Hoi allemaal! Welkom bij een nieuwe vlog. Hele fijne middag, avond. Het is maar net hoe laat je het filmpje bekijkt. Afgelopen 2 weken zeker wel helaas niet kunnen vloggen. En ik heb wel in de lappenmand vanuit bed wel een heel klein beetje de sociale media een beetje kunnen beheren. Maar echt het vloggen zelf, dat ging niet doordat ik in de lappenmand zat. Neemt niet weg dat de UPS-bezorger wat dingen bij de deur had neergezet. En ik heb het dan wel alvast uit kunnen pakken. Maar ik heb het voor de rest nog niet unboxed of uitgepakt. Want ik had zoiets van, dat wil ik gewoon graag met jullie doen. En toen was ik heel even stil. Toen wist ik het heel even niet meer, maar dat geeft niet. Ik weet ook niet of ik het gezegd heb, maar ik ben Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente van magischegeurtjes.sensie.nl. En zoals sommigen weten, weten jullie dat ik groot fan ben van de uitverkoophoek. Ook altijd iedereen naar de uitverkoophoek doorverwijst. Is te vinden ook op de site van Magische Geurtjes, de uitverkoopboek. En er stonden nog enkele producten in. Dat ik dacht van, yes, voordat die dadelijk echt weg zijn. En soms weet je het nooit. Soms kan iets weken in de uitverkoopboek staan of op de site. Maar soms kan ook iets in no time echt. Nou, het is soms zo schrikbarend, verbazingwekkend, shocking, hoe snel een product uitverkocht is. Een goed voorbeeld, van de week kwam de waxbar Cozy Gardigan weer online beschikbaar. En dat is, vind ik, een heel erg fijn geurtje. Brand ik ook heel erg graag. Dus ik dacht van, ik regel even wat. En ook voor de klanten die bij mij hadden gepreorderd. Ik ben blij dat het me gelukt is. Ik ben echt blij en dankbaar. Maar binnen het uur was weer heel die bar uitverkocht. Dus soms gaat dat zo onwijs snel. Daar heb ik geen invloed op. Weet ik ook niet. Soms is het gewoon een verrassing. Maar ze staan nog steeds in de uitverkoophoek, want ik heb nog even gecheckt, nu net. Maar goed, ik had de Pluto Sensi Buddy besteld uit de uitverkoophoek. En zoals jullie zien, zit hij echt in een hele schattige doos. Echt ook heel, heel mooi verzorgd. Ook wel duidelijk met Pluto thema. Compleet met hondenbordjes, worstjes. Ja, echt superleuk. Ook heel leuk om gewoon, stel je buddy komt eruit, gewoon heel erg leuk om te bewaren. En ik heb zowel de Pluto als de Govi die ik strakjes aan jullie laat zien besteld. Omdat ik heel erg graag de Fab 5 op mijn bank zou willen hebben. Normaal ligt Baby Yoda meestal lekker bij mij bij het bed. En op de bank heb ik een grote Mickey en Minnie staan. Voor de oplettende kijk hebben die eerst op het kastje gestaan. En de grote Mickey en Minnie, ja, die zijn ooit van mijn moeder geweest. Dus die is helaas niet meer. Maar ik ga ze echt niet vervangen door de Sensi varianten. De Mickey en Minnie in Buddy zijn er ook. Dus ben je een groot liefhebber van Mickey, ben je een groot liefhebber van Minnie, check bij de collecties de Mickey and Friends, want daar kan je ook de Mickey als Minnie Sensi Buddy vinden. En als het goed is, ergens halverwege november komt zelfs een Mickey en Minnie speciale gelimiteerde editie als Buddy clip uit. Dus hou je heel erg van Mickey en Minnie. Check die site en hou het in ieder geval komende maand in de gaten. Maar ik wilde heel erg graag de Fab 5 bij elkaar hebben. Sensi heeft ooit Donald en Katrien uitgebracht. Die zijn helaas niet beschikbaar. Maar mochten die ooit uit de kluis gaan komen van Sensi. Dan hoef ik alleen Donald nog aan te vullen om de Fab 5
bij elkaar te krijgen. En liefst natuurlijk ook Katrien. Want als Mickey met Minnie samen op de bank zit, moet Donald met Katrien op de bank. Kan niet anders. Maar goed, even terugkomen. Dit is dus de Pluto Sensi Buddy. En ik weet niet, als je niet bekend met de Sensi Buddies. Ja, dat zijn eigenlijk hele mooie knuffels. Echt ook heel mooi afgewerkt. Ik laat hem heel even de binnenkant, als je de doos open zit, zien. Dus eigenlijk net zoals de deksel. Hetzelfde patroon. En, ja, jongens, moet je kijken. Oh, hij is zo leuk. Zo superleuk. En dan ben ik echt kwijt wat ik wilde zeggen. Maar goed. Maar om terug te komen. Hè, dan wil ik wel heel erg graag de Fab 5 compleet op mijn bank hebben. Moeten jullie zien hoe schattig Pluto is. Ook als je hem voelt. Het is hele zachte stof. Het lijkt een beetje op ribcorduroy. Of grof ribcorduroy. Maar ook dat is heel super, super, super zacht. Hij is zo super gaaf. Op de voetjes kan je ook het teken van Sensi zien. En het fijne van een buddy is dat, hoewel hier totaal niks van een geurtje aan zit, het leuke van Sensi Buddies is, er zit een rits op zijn rug. Ja, sorry jongens, moet even. Kijk, moet je kijken. De details, joh. En er zit dus een rits op de rug. En die zit eigenlijk op elke buddy. En daar kan je dus een sandpack van Sensi in doen. En zo ruikt u in ieder geval naar je favoriete geurtje. Of als je een als je kleintje. Of als je kleintje wat ouder is. Een favoriete geur hebt. Kan je, en het is in een sandpack verkrijgbaar. Kan je er een sandpack in doen. En ja, een sandpack gaat ook echt wel een maand of twee, drie mee. En in de Baby Yoda. Ja, die heeft zelfs langer zijn geur afgegeven. Dus hij gaat ervan uit dat een sandpack twee, drie maanden meegaat. Maar verbaas je niet als je merkt van, goh, hey, hij blijft nog heerlijk geuren. Maar dit is dus de Pluto Mens. Ja, die is toch super. Ik vind hem zo leuk. Ik stop hem heel eventjes terug. En dan laat ik aan jullie natuurlijk ook de andere beroemde Disney-hond zien. En dat is Goofy. En ook weer in een hele mooie doos. In thema. Met Goofy bovenop. En ook dit is een hele mooie doos die je zou kunnen of willen bewaren. Hoeft natuurlijk niet per se om je buddy in te doen. Ja, je kan er ook wat anders in doen. Of bolletjes wol. Of ik als haakliefhebster. Je bewaardoos. Voor haaknaalden. Bij wijze van. Noem maar iets geks. Nou ja, als je hem in ieder geval open doet. Ook hier weer. Een flap. En hij probeert al een beetje al eruit te springen. Ik steel even de doos opzij. Zo. Hebben we natuurlijk Goofy. En deze is ook zo fantastisch leuk. En ook echt net als Pluto. Echt super, super zacht. En ja, zo mooi afgewerkt. En ook de details. Ook bij deze op zijn schoen. Het Sensi logo. En achter zijn vestje. Want dan zou je denken van, goh, hey, maar ik zie die rits niet zo 1, 2, 3. Ja, dat klopt. Maar die zit achter zijn vestjes verdopt. De rits. Waar je bij Goofy het sandpack in kan stoppen. Sensi heeft verschillende buddies. Waaronder ook de, hè, zoals Goofy en Pluto. Dat zijn gelicenseerde buddies.
Pluto en Goofy in de uitverkoop ook te vinden. Maar je hebt ook Winnie de Pooh, Eeyore, Tijgertje. Volgens mij Rocket Raccoon van Marvel. Check gewoon even de site. Volgens mij ook Spider-Man, de Hulk. Dus als je ook Marvel-liefhebber bent, of hey, je kind is groot Marvel-liefhebber en zou graag een Marvel-knuffel willen, check dan heel even de site bij collecties: Marvel of Winnie de Pooh. Voor de Sensi Buddy. Ik stop die ook heel even in zijn doosje. En anders onder het kopje Kids Sensi Buddies voor de reguliere Sensi Buddies. Want ook die heeft Sensi. En Sensi heeft een aantal knuffels. Ook laatst uitgebracht vanwege de 10-jarig bestaan van Sensi. Gelimiteerde knuffels die al in het verleden geweest zijn. Susie de Slot, een olifant. Ik weet even niet hoe ze heet. Volgens mij Olivia. En een hele mooie witte eenhoorn. En die zijn speciaal uitgebracht vanwege mijn 10-jarig jubileum. Maar dit is Lenny het Lam. Ook al in zo'n super schattige doos. Ook al helemaal in thema. En op elke doos staat kruip lekker weg met een zachte Sensi Buddy. Een lieve vriend vol geur. Stop er simpelweg een sandpack in en je buddy komt tot leven. Ja, wat betreft sandpacks. Sensi heeft verschillende sandpacks. Zo zien ze eruit. In ieder geval degene die ik besteld had. Nou weet ik ook niet of ik er direct een sandpack in wil doen. In ieder geval in Goofy en Pluto weet ik het even niet. Maar goed, in het lam of in Baby Yoda kan ik wel al het zakje vervangen. Want Baby Yoda die heb ik nu bijna een half jaar. En ik moet ook eerlijk zeggen, het zakje, op een gegeven moment is het zakje wel uitgegeurd. Dus in Baby Yoda moet ik een nieuwe stoppen. Maar even terug naar Lenny het Lam. Die ga ik ook met jullie uitpakken. En ook dit is een hele mooie doos om te bewaren. En ongeveer even groot. Ik zal je even laten zien. Hij is ook echt even groot als die van Goofy. Dus het is een redelijk handig formaatje. Of strakjes met de feestdagen. Of je nou een Disney-liefhebber, Marvel-liefhebber, Pooh. Natuurlijk dadelijk ook wel heel erg leuk om onder de kerstbomen als cadeau neer te leggen. Lenny het Lam. Kijk mensen. Eens kijken. Is ook al oh, super, super schattig. Dit is ja, zijn armen en voetjes, net zoals Pluto en Goofy. Ook van het hele fijne, zachte ribcorduroy. En zoals je ook zien, ook bij het Lam, het Sensi-logo. En ja, dit is een ander soort pluche. Maar zo, zo super, super zacht. En ook hier heel goed weggestopt. En het valt bijna niet op. Maar ja, de rit. Even kijken. Oh. Maar vacht zit ertussen. Dus even spieken hoor. Hier moet je dan wel heel erg voorzichtig mee zijn als je de rits open wil doen. Omdat anders het pluche ertussen zit. En ook hier kan je dan een sandpack tussen stoppen. Ja, zo verschrikkelijk leuk. En dus ja, dus check als je heel erg super vindt, check gewoon heel even de site bij de buddies of bij de gelicenseerde producten. Want er zijn er een paar super, super gave nog beschikbaar in verschillende prijsklassen. En Pluto en Goofy zijn nog in de uitverkoophoek te vinden. Dus als je daar liefhebber van bent, check dan die uitverkoophoek. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat ik daarnaast ook binnengekregen heb, en waar ik heel erg blij mee ben, is zo,
Hudsense, die Go-systeem. En hier was ik wel heel erg nieuwsgierig naar. En het Sensi Co-systeem is dus de draadloze versie van een wanddiffuser. En ik heb hier de wanddiffuser. Die doe je dus namelijk in het stopcontact. En hier gaat natuurlijk je pots in. En pots zijn qua verpakking ook in verschillende geuren verkrijgbaar. En worden meestal per twee verkocht. En dit is dus de geur Berry Blast. En dat is een heerlijke bessengeur van de Snow Over It set. Als pot zijnde, als wax, kan je hem helaas niet losverkrijgbaar krijgen. Behalve als je je Sensi Club abonnement voor afsluit. In pots zijn ze nog wel alle drie apart leverbaar. Dus via de geur super. En je hebt een potsysteem. Ik zou zeggen, regel de pot of het een wanddiffuser is, de mini diffuser is of de Sensi Go. Regel de pot. Maar goed, het Sensi Go systeem, dat wil ik aan jullie laten zien. Het Sensi Go systeem is dus een draadloze systeem. En die heb je in twee verschillende versies. Dus, je hebt degene die, ik dacht geen licht geeft, maar dat houden jullie nog heel even van mee te goed. Of in ieder geval wat minder kleurtjes licht heeft dan deze. Ik dacht dat die geen licht had. Deze is wel namelijk verlicht. En het systeem wordt geleverd met een USB-kabel. Want hoewel dat die draadloos is, zit wel een batterij in die je namelijk op moet laden. En dan heb je hieronder de USB-aansluiting. Dus of je in je auto zit, je laptop, je telefoonoplader. Op alle mogelijke manieren kan je hem gewoon met een micro-USB opladen. Zoals je ziet, zo ziet hij eruit. Het is net iets, ik heb helaas geen blikje, maar ja, hij is net iets groter dan een blikje drinken. Aan de bovenkant draai je hem open. En dan zie je dus, net als bij de mini-diffuser of de wanddiffuser, zie je dus het ventilatorsysteem zitten. Vervolgens doe je daar ook je pot in. En eentje, ja, als je een beetje gewoon een normale geur hebt, hou je wat van sterkere geuren, kan je een tweede pot ook in deze doen. En je draait dan weer de deksel. Doe ik het goed? Ja. Draai er weer op, totdat je een soort van klikje voelt en dan zit de deksel vergrendeld. Aan de bovenkant dus het knopje dat je hem aandoet. En ja, je hoort hem amper. En hieronder dus, tussen het aanknopje van de diffuser en het oplaadkabeltje aansluiting, het lichtknopje. En zoals je ziet, heeft hij dus verlichting. En je kan hem in verschillende kleurtjes kan je hem aanzetten wat je zelf soms zeggen graag zou willen. Ook naar gelang je gemoedstoestand is. Ideaal, het is natuurlijk draadloos. Stel je bent lekker op pad. Je kan hem meenemen naar kantoor. Je kan hem meenemen naar de camping. Als je een boot hebt. Je kan je meenemen naar de boot. Zodat je in ieder geval wel je favoriete sensiegeur ook daar bij je kan houden. Of stel je gaat op vakantie. Je pikt, gaat het weekendje weg. Al dan niet binnen Nederland nu momenteel door corona. Dan kan je hem ook meenemen. Zodat je in ieder geval op je hotelkamer je favoriete sensiegeur mee kan nemen. En hem ook aan kan zetten met de verlichting. En dat, ja, als het wat donkerder is, is het toch ook wel wat, wat gezelliger. De Sensi Go. Ik doe hem heel even uit. Zo. En wat ik ook in mijn bestelling had. En helaas is die weer uitverkocht. Want ja, dit product, zodra dat vrijkomt, gaat meestal zo hard. Dus ik had hier gewoon geluk mee.
En dat is de Little Garden Warmer. Dan heb ik een beetje mijn keuken heerlijk opgeruimd. En ik vond het ook wel gezellig om iets van een plantje daar te hebben. Alleen, ik ben geen handige Harriet als het op plantjes aankomt. En ik doe mijn best. Ik doe echt verschrikkelijk mijn best. Ik praat tegen ze. Ik geef ze water. Alleen, ja, soms vergeet ik ze ook wel eens water te geven. Of ik geef te veel water. Nou, daar kunnen ze in beide gevallen nooit zo goed tegen. Dus ik wilde wel iets op mijn aanrecht hebben. Dat ik dacht van, goh, hey, ja, dat heeft iets weg van een plantje. En dan heb je de Little Garden Warmer is dan een uitkomst. En zoals gebruikelijk, hè, de Scentsy quotes op de flappen van de doos. En je pakt hem dan uit. En dan zit er eerst een stuk karton in. Dat haal ik heel even voorzichtig los. En dat laat ik dan aan jullie zien. En zoals jullie zien zitten er drie wat lijkt op vetplantjes. Maar dat is het niet. Het is dus echt gewoon puur nep. Hartstikke plastic. Ideaal voor een handige Harriet die dus niet goed ja, weet en kan onderhouden om de plantjes te verzorgen. Ja, het effect dat je toch een plantje hebt, of in ieder geval drie verschillende soorten vetplantjes. Dit is plantje nummer 2 lookalike. En dan laat ik jullie ook nog nummer 3 zien. Want de plantjes zijn ook echt alle drie verschillend. En dat wordt ook geleverd in een doosje. Er zit een soort van zakje met wat gritkorrels. Wat, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar er zitten dus zwarte ja, gritkorrels in. Waar je dan op de warmer doet. Je plantjes inzet. En hem aan kan doen. En er zit ook een schaaltje in. Waar je je wax in kan smelten. En op het schaaltje staat, het staat wel, hoewel ik het zelf gezien het ook niet zo heel groot en hoog is. Op het schaaltje staat je 4 blokjes wax hierin kan doen. Ik zou het zelf niet proberen. Ik zou hier zelf hooguit 2 blokjes maximaal in doen. Wil je dat met deze brander doen? Ik zou niet meer dan 2 uitproberen. Omdat ik dan toch bang ben dat je een waxongeval krijgt. Deze warmer. Ik zet hem heel even de doos ook opzij. Dit is een elementwarmer. Dus hier zit totaal geen verlichting in. Zoals je ziet. Doe je hier dus dan de gitkorrels in. Daar doe je na je wens. De plantjes zal ik maar zeggen inzetten. Er zit ook bij deze warmer een aan- en uitknop op. En hij wordt geleverd, doordat het een elementwarmer is, met een snoer. En in dit geval een zwart snoer, omdat het dus een elementwarmer is. Wil je geen zwart snoer? Ja, weet je, je kan mij altijd benaderen van, joh Angelique, ik zou graag een wit snoer in mijn elementwarmer willen hebben, want dat past beter bij wat er in mijn keuken staat, of waar je hem ook neerzet. Ook dat zou dan geregeld kunnen worden. Maar dit is dus de elementwarmer. En hier zie je dus het verwarmingselement. Waar je dan dus ook je schaaltje op zet. Dus ideaal voor een badkamer. Als je een grote badkamer hebt. Of de keuken. Of ja, ook gewoon in de huiskamer. Decoratief om neer te zetten. En hij is heel erg functioneel. Ja, er zit dan geen licht in. Maar je kan niet alles hebben bij deze. Maar ik ben er blij mee. Even kijken hoe die weer terug in de doos gaat. Zo. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. En ik, ja, weet je, ik vind het ook heel erg leuk dat ik de unboxing heb kunnen doen met jullie. En dan kan ik hem in ieder geval vanavond in mijn keuken gaan installeren. Dat heb ik
doordat ik in de Lappenmand lag, niet kunnen doen. Heb je vragen, opmerkingen? Geef een seintje. Sommige mensen hebben een WhatsApp, dus kunnen me via WhatsApp benaderen. Heb je dat niet, kan je via de sociale media benaderen. Via Facebook, via YouTube, Instagram, via Magische Geurtjes. En op die manier mij een pb'tje sturen om alsnog je vragen aan mij te stellen. Zoals gezegd, check die uitverkoopboek, want je weet nooit wat je daarvoor iets supers kan vinden. En check hem. Check hem echt. Check hem met regelmaat. Want ze doen hem ook wel met regelmaat updaten. Met ook nieuwe producten erin. Nou ja, daarnaast is het natuurlijk nu 1 november. En er zijn vandaag een aantal nieuwe dingen gelanceerd. En die wil ik ook nog wel heel even met jullie delen. Er is vandaag een nieuwe warmer gelanceerd. Als ik het goed heb, Snow Much Love. En dat is een kerstwarmer. En dan laat ik jullie heel even het plaatje zien met behulp van mijn tablet. En de warmer die gaat €88 kosten. Hou je heel erg van sneeuwmannen, sneeuwvrouw, sneeuwfamilie. Dan zou die vast een heel mooi plekje bij je kunnen krijgen. De warmer is in de feestdagencollectie te vinden. Nou weet ik ook wel dat er al aardig wat producten, zeker van de feestdagencollectie, uitverkocht zijn. En out of stock zijn. Maar je kan hem daar dus in terugvinden. En ondertussen probeer ik hem even op te zoeken. Ja, daar is die. De Snow Much Love Warmer. De Snow Much Love Warmer. Ik laat heel even het plaatje aan jullie zien. Is ook een element warmer. Daar waar de hoofdjes zit, dat kan je optillen. Dan zit er het elementplaatje waar je de wax in kan doen. En dan zet je de hoofdjes weer op de warmer. En ik had gedacht dat hij mogelijk snel uitverkocht zou zijn. Dat was dus niet het geval. Deze is nog steeds beschikbaar onder de feestdagencollectie. Wat ook een aanbieding is, is als je een van de drie geselecteerde wanddiffusers aanschaft, dan krijg je daar nu een centpack bij. En normaal gesproken kost een centpack, als ik het goed heb, €13,75. Die krijgt dan dus bij aankoop van drie verschillende modellen, als je daar eentje van aankoopt, dus een centpack bij in vier verschillende geuren. En die heeft zolang de voorraad strekt, Sensi ook in de aanbieding. En daarnaast heeft Sensi speciaal voor de feestdagen, naast de Snow Over set, een set uitgebracht vandaag. Dat heet Home for the Holidays. En Home for the Holidays gaat €37 kosten als set. En je kan afhankelijk van de type geur waar je van houdt, ook de waxbar loskopen. En dat is eigenlijk best wel heel fijn. Want met de Snow Over It set kan dus dat dus niet. Maar deze dus wel. En deze set bestaat dus uit 5 geuren. Ik weet het niet uit mijn hoofd, dus ik lees het heel even voor. Dat is de Crimson Berry Christmas. En dat is de geur die bestaat uit opbeurende karmozijnrode bessen. Highlighten de opwinding van kerstochtend met een vleugje zoete kaneel dat knapperige sneeuwappels verwarmt. Dat is 1. Daarnaast heb je Pretty in Plea. Dat bestaat uit jeneverbessen, vermengen zich met muntfris wintergroen, feestelijke dennetakken en heldere cranberries. Wat ik weer begreep van de mensen die ik volg die in Amerika zitten, of in de Verenigde Staten, is dat Pretty in Plea best wel een zware geur kan zijn. Dus hou je van zware geuren? Is dit een aanrader? Hou je niet van zware geuren, omdat je daar te gevoelig voor bent?
dan zou ik die in ieder geval niet doen. Daarnaast heb je Snowkissed Cranberry. Dat is een bevroren roze cranberry. Strekken door net gevallen poedersneeuw, witte balsem en glinsterend gesuikerd hout. Dus ik denk dat dit wel een bessengeur is met een houttoon. Daarnaast, en die lijken mij als begonier en zoete kou heel erg lekker om te ruiken. En ja, jullie weten ook dat bepaalde bakkerijgeuren, ja, in ieder geval mijn trek in zoetigheid, dat dat remt. Dus ja, ik heb geen idee, maar ze lijken mij daar ook een stukje ondersteuning in te kunnen geven. Dat is Salted Caramel Toffee. De zoete geur van gezouten karamel zorgt samen met gesmolten toffee en butterscotch voor een niveau van wennerij. Nou, dat klinkt al heel erg lekker. En als ik daar mijn craving naar inderdaad iets van toffees of karamel kan dempen. Hey, ik ben voor. En daarnaast, dat lijkt me ook wel een hele lekkere uitdaging. Hoewel ik zelf niet zo'n chocolademens ben. Maar dat heeft een andere oorzaak. Hou ik wel van een stukje hele goede chocolade. Ook omdat ik, als dat geen goede chocolade is, knallende migraine ervan krijg. Maar dat is de combinatie marshmallow, mint, cacao. En maak het gezellig met een mok warme chocolademelk. Terwijl luchtige marshmallows en pepermunt boven een rijke laag romige cacao zweven. Dat zijn dus de 5 geuren die vandaag speciaal voor de feestdagen uitgebracht zijn. Zolang de voorraad strekt in de shop beschikbaar. Zowel als set als gewoon los beschikbaar. Als set gaat die €37 kosten. Dus dan heb je alle 5 de geuren die je dan krijgt. En los, ik zal heel even spieken, kost een bar. Net als de rest van de niet gelimiteerde Sensi waxbars. €8,75. Want alle 50 euro zijn ook los verkrijgbaar. Ja, daarnaast hou gewoon heel even de sociale media in de gaten. Want deze komende maand gaan er verschillende producten beschikbaar komen. Hè? De Villains Warme, waar met smart op wordt gewacht. En er gaan waarschijnlijk nog meer hele gave producten aangekondigd worden. En ja, ik kreeg vanmiddag al een sneak peek. Maar of die ook bij ons in de regio 2 uitkomt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het wel heel spannend. Maar als dat wel zo is en je houdt van Frozen, ja, hou even de sociale media in de gaten voor die nieuwsaankondigingen. En daarnaast komt natuurlijk op 9 november de Sensi Buddies van Monsters Inc. beschikbaar. Dus Sully als Mike Wazowski met een bijpassende scentpack. En ook als waxbar. Dus ja, hou de site in de gaten. Want deze maand gaan er gewoon hele mooie dingen komen. En mogelijk komt ook de Bring Back My Bar reeks. Wordt ook mogelijk al vervroegd. Omdat ja, vanwege de drukte rondom de post en de feestdagen. Dus dat weet ik nog niet officieel. Maar ook dat kan er al aankomen. Dat bepaalde producten eerder gelanceerd worden. Dus hou de sociale media in de gaten. En zeker deze maand. Ik ga mijn best doen om dat sowieso helemaal ja, bij te houden. En nu ik ook uit de Lappenmand ben, moet dat ook met gemak kunnen. Dus hou de boel in de gaten. Daarnaast check die uitverkoophoek. En voor nu ga ik het afsluiten. Ik ga Pluto en Goofy bij Mickey Mini zetten. En gezien het etenstijd is, en ik sta toch mijn eten voor te bereiden. Mijn Little Garden Warmer daar neerzetten. Vind je de Little Garden Warmer heel erg super? Ik weet dat hij in ieder geval vlak voor de kerstdagen weer beschikbaar is. Dus zou je er graag één willen?
Stuur even een privéberichtje, zodat je hem alsnog bij mij kan pre-orderen. En dan hou ik het voor je in de gaten, zodra dat die komt. Dat ik hem voor je direct kan bestellen. Zeker ook omdat dit een heel erg gewild product is. En we ook nog steeds met ja, corona te maken hebben. Waardoor sommige producten ook vertraagd zijn. Maar wil je informatie of wat dan ook? Stuur dan even een pb'tje. En dan probeer ik je zo snel mogelijk te antwoorden. Voor nu laat ik het. Eet smakelijk, lieve mensen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes!